Goedemorgen, het is vandaag 15 juli 2001. En daarmee is het alweer de derde zondag dat we 2 uur doorbrengen met 1 geschiedenisgast. Vandaag is dat de tovenaar onder de historici. Hij staat bekend als de Amsterdamse Leienaar. Insiders kennen hem echter ook wel als de historicus die als eerste begon te knagen aan het eenzijdige goed-foutbeeld van de Tweede Wereldoorlog. En natuurlijk dankt onze gast van vanochtend zijn faam ook aan het rapport over de oorlogsmisdadige Menten. Dat rapport kwam in 1979 uit en sindsdien heet onze gast ook wel de man die Van Agt redde. We gaan aanstonds met hem praten, maar eerst zal collega Gerard Leendes het cv van onze gast nog wat nader inkleuren. We hebben het natuurlijk over Ivo Schuffer. Geboren in 1922 in Amsterdam en vanaf 1961 tot 1989 hoogleraar Vaderlandse Geschiedenis te Leiden. Ivo Schuffer is het type historicus dat in de studeerkamer de poten wegzaagt onder de tafels van collega-historici. Zo was hij een van de weinigen die in 1966 stevige kritiek had op Ondergang, het boek over de jodenvervolging van Jacques Presser. Ivo Schuffer is, zoals hij zelf zegt, als historicus een alleseter. Hij schrijft even makkelijk over sodomietenjacht in de 18e eeuw als over prins Hendrik. Maar de oorlog neemt in zijn oeuvre een speciale plaats in. Zowel zijn werk als zijn leven lijken bepaald door de jaren 40-45. Schuffer zat in het studentenverzet en kwam, zoals zoveel jongeren toen, als een ander mens uit de oorlog. Eerst nog optimistisch over de nieuwe kansen, maar al snel werd hij gereserveerder. En al ging hij studeren bij de marxist Jan Romeijn, in zijn hart bleef Schuffer een conservatief liberaal. Ja, hoog tijd dus om eens nader kennis te maken met die conservatieve liberaal. Goedemorgen, meneer Schuffer, en hartelijk welkom. Die kwalificatie conservatief liberaal die komt van u zelf en kan dus nooit beledigend bedoeld zijn, eerder het tegendeel, denk ik. Kunt u dat eens kort toelichten, een conservatief liberaal? Dat noemt u uzelf verschillende keren. Gehecht dus aan het bestaande en aan het gekende. Gehecht ook aan het verleden, dat op een bepaalde manier iedereen heeft gevormd, dus ook mij heeft gevormd. En gehecht ook aan de waarden en normen, zoals dat tegenwoordig zo in de mode ligt, die bepaald zijn door de christelijke beschaving in Nederland, waarin ik ben opgevoed en waarin ik me toereken. Dus u zou zich heel goed kunnen vinden in de actie van Jan Marijnissen en de zijnen onder het motto Red de beschaving. Ja, het is een beetje dramatisch gezegd, maar ja. Dat is wel zo, ja, dat je dat behouden moet. Heb je ook gevoel dat de beschaving ten onder gaat, omdat de behoeders van die beschaving niet voldoende moeite doen om ons sociaal stelsel en cultureel stelsel op peil te houden? Ik ben nooit zo erg onder de indruk van die ondergangsprofetieën. Ik heb destijds Bouwman nogal daarop geattaqueerd. P.J. Bouwman, de socioloog, die Gert Mak uit de jaren 50 voorspelde. En natuurlijk ook Toynbee, die ook de ondergang van de beschaving voorspelde. Als je niet door het christendom wordt gered. Ja, een Engelse historicus. Dus die ondergangstheorieën, daar heb ik nooit zo erg in geloofd. Ik geloof Geijl het noemt, de vitaliteit van de Europese beschaving is groot genoeg om al die veranderingen te doorstaan. Maar ja, er zijn mensen bij die de klank nog laten luiden van het hoeft niet zo hard en het hoeft niet allemaal per se te veranderen. Mm-hmm. En waarom is verandering altijd goed? Dat soort van verhouding is bij de conservatieven vaak aanwezig. Ja, en daar voelt u zich wel mee natuurlijk mee verwant. En conservatief is ook natuurlijk altijd dat je een eenvoudige uitleg niet goed vindt. Dat je meent te denken dat er op alle kanten, aan alles veel kanten is. En dat dus de pluriforme verklaring veel beter is dan de enkelvoudige. Wacht even, dat is interessant. U bedoelt, als historicus neem ik aan dan, daar hebben we het ook over. Ja, maar ook in je leven geloof ik dat je veel meer open moet staan voor allerlei mogelijkheden en kansen, omdat je weet dat die kansen niet, nou ja, dat is ook een beetje pessimistisch misschien, dat die kansen niet altijd daar zijn en dat je daarop ingesteld moet zijn. Dus conservatisme is in dat opzicht ook erg relativerend. Ja, dus de ideale houding voor de historicus? Deze levenshouding? Nou, voor mij in ieder geval is het geweest. Ik vind het onzin om het aan iemand voor te schrijven. Ik herinner me dat historisch... Nou ja, je zou het kunnen proberen.
maar historici hebben wel eens gezegd, dit mag niet meer en dat moet zo. Hè. Een tijd lang is er bijvoorbeeld in de jaren 60 is er gezegd dat je niet meer frivole geschiedenis mocht schrijven. Dat het allemaal relevant moest zijn. Nou, dat soort van eisen wil ik niet aan historici stellen. Ze moeten allemaal hun eigen weg zien te vinden. En aan elke kant van de geschiedenis zijn interessante aspecten. Ja. Wat voor een historicus bent u nu eigenlijk? Hoe moet ik u plaatsen? Ik bedoel, bent u, zoals ik net al zei, bent u een alleseter? Of heeft u toch nog specialiteiten? Nou, een alleseter is te veel gezegd. Want ik weet van een heleboel terreinen niet. Ik hou me nauwelijks bezig met de geschiedenis buiten Europa. Dit is echt Europese geschiedenis. West-Europese, dus Amerikaanse geschiedenis interesseert me wel. Maar ik heb heel bewust eigenlijk afgesloten voor de Aziatische, Afrikaanse of Zuid-Amerikaanse geschiedenissen. Mm-hmm. En dan hebben we het over de moderne en modern. Maar daarvan weer dus de moderne en de nieuwste tijd. Maar middeleeuwen en oudheid weet ik eigenlijk heel weinig van. En heb hem ook, ja, behalve dat bij mijn studie moest je het vak natuurlijk doen, moest je oude geschiedenis tentamen doen. En ik heb toen wel een scriptje geschreven over de Hethieten. Ik weet niet of u daar ooit over gehoord hebt. Ik heb er wel over gehoord. Dat komt toch uit de Bijbel? Nee, de Hethieten zijn is een bevolking in de Klein-Azië die een tijd lang een eigen cultuur hebben gehad, die in Ankara, dicht bij Ankara hebben gewoond. En ook bij de volksverhuizing. En die ontdekt zijn en, het nieuw, en hun handschrift is ontcijferd. En dat vond ik toen erg interessant, toen ik student was. Het was iets nieuws toen. En toen maar, heb ik daar. Maar uw benoeming hoogleraar Vaderlandse geschiedenis in Leiden, waar we later ongetwijfeld nog op terugkomen, hebt u daar denk ik niet aan te danken. Nee, niet aan de Hethieten, nee. Maar u bent dus een historicus die je alles kunt vragen met betrekking tot de, zeg maar, de periode 17e eeuw tot en met diep in de 20e eeuw. Voor zover het West-Europa en Amerika, Nederland dan daardoor ook daartoe behorend, ja. We gaan dus even kijken naar uw eigen verleden. Ja, naar de wijze waarop u eigenlijk bent gevormd. U bent geboren op 20 mei 1922, waar? In Amsterdam, inderdaad, en dus uit een familie die al sterk Amsterdams georiënteerd was. Mijn grootouders woonden al in Amsterdam en hadden veel Amsterdamse connecties. Maar Schuffer is geen Nederlandse Schuffer niet, naam. Niet, maar dat was een Duitse familie. Twee daarvan die zijn geëmigreerd naar Nederland in omstreeks 1850. En die hebben in Rotterdam en in Antwerpen hun handelsfirma's opgezet en doorgezet. En mijn overgrootvader Schuffer dus, die is Nederlander zelfs geworden. Dat werd altijd heel nadrukkelijk, al is hij later weer teruggekeerd naar Duitsland. Maar die heeft heel nadrukkelijk dus de Nederlandse nationaliteit gekozen. En heeft in Rotterdam, in de kring van kooplieden daar, een belangrijke rol gespeeld. Kooplieden in? In allerlei producten. En hij was ook erg geïnteresseerd in niet alleen in de koffiehandel, want hij heeft een koffiehandel daarop gezet, waar die heel bloeiend geweest is. Maar hij heeft ook bijvoorbeeld een elektriciteitsfabriek in Rotterdam gebouwd. Oh. En een lampenfabriek die daaraan verbonden was, is daar geweest. Was de eerste elektriciteitsfabriek in Rotterdam. En de eerste lampenfabriek in Nederland. Maar nog voor de bekende Philips, bekende. Ja. Maar Philips heeft hem uitgekocht, ja, zou je kunnen zeggen. Ja. Ja. Maar die overgrootvader dus was echt toch een Duitser, die ook nog helemaal Duits sprak. Mm-hmm. En die ook naar Duitsland is teruggekeerd toen het een beetje beroerd in Nederland ging. Het was een typische gründer uit de Gründerzeit. Altijd naar Gründerzeit? Nou, de Gründerzeit is de stichterstijd, de economische opbloei in Duitsland omstreeks 1870, waar allerlei nieuwe initiatieven en industriële opbouw plaatsvond met moderne machines. Mm-hmm. De hele machinefabriek bijvoorbeeld is Duitsland ontstaan in 1870. En er waren dus een heleboel speculanten, maar ook ondernemers die gründer waren, die zich ook gründer noemden. En daarom was het de Gründerzeit die heel wat ondernamen, maar dan ook af en toe failliet gingen. Natuurlijk het niet konden volhouden. Maar ook mijn overgrootvader, voor nieuwe ideeën. Ja, mijn overgrootvader is 3 keer geloof failliet geweest in de loop van zijn leven. Ja. Maar hij is rijk geëindigd, dus wat dat betreft is het goed gegaan. Dat schept vertrouwen voor de speculanten. Maar hij is dus een goed ogenblik uit Nederland weggegaan toen het met de zaken daar niet zo goed ging in Rotterdam. En wat heeft hij dan met de zaken hier gedaan? Nou, die heeft hij overgedaan voor zover de koffiehandel was aan zijn zoon. Mm-hmm. En dat is mijn grootvader. Mijn grootvader. Ja. En die is dus in Rotterdam gebleven. En later naar Amsterdam is de zaak overgepakt naar Amsterdam. En die heeft daar een hele bloeiende koffiezaak gehad. Ja.
Maar die andere ondernemingen dus van mijn overgrootvader, die zijn niet doorgegaan eigenlijk. Dat is op den duur weer overgenomen door anderen. Maar hij is zelf naar Duitsland teruggegaan en heeft daar nog weer een accufabriek opgericht. Accu's bouwde en die ook meteen elektriciteit produceerde voor de omgeving rondom Gelnhausen. Dat lag dicht bij Frankfurt. En dat is weer een goed bedrijf geworden, ja. Mm-hmm. Dus gewoon nu. Hij had toch ook iets te maken met tenminste meen ik ergens een keer gelezen te hebben, met iemand uit de tsarenfamilie. Ja, nou ja, hij heeft dus voor die lampenfabriek een uitvinder aangetrokken. Ja? Een zekere Kortinsky, ik heb nog even de naam nagekeken. Maar die maakte lampen, die vond hij uit. En die lampen, die zijn de Kortinsky-lamp, heeft mijn overgrootvader geproduceerd. Er ligt er nou nog eentje in het museum in Rotterdam van de Kortinsky-lampen die Kortinsky uitvond. Maar Kortinsky was gevlucht uit Rusland, mm-hmm, omdat hij betrokken was bij het bouwen van de helse machine, waarbij Alexander III, is het geloof ik, of Alexander II, die vermoord is in Rusland. Mm-hmm. Die is ontploft. Is dit nou weer zo'n voorbeeld, ja, waar linkse mensen altijd in mijn jaren 70 tijd van zeggen en zeiden, het groot kapitaal heeft geen geweten? Daar hoorde hij tot dit soort van Russische anarchisten. Ja, en de familie van mijn overgrootvader kon dat niks schelen. Die interesseerde die technische kunde van die man. Geloofde in hem en heeft hem ook inderdaad die lampen kunnen laten bouwen. Ja. En de familie van uw moeders kant, dat waren ook niet de eerste, de beste. Dat zijn dus een heel andere familie. Ja. Dat zijn Nederlanders van oorsprong. Mm-hmm. Burgers en Zurgers. Dat zijn de twee takken. De Burgers is van mijn grootvader. En de Zurengaars was bij mijn grootmoeder. Mm-hmm. De Burgers waren oorspronkelijk rijke reders uit Rotterdam, maar die in de wetenschap zijn gegaan. Er waren vele professoren en theologen onder enzovoort. En onder andere, dus mijn grootvader was ook een geleerde die boeken bij geschiedenis heeft gedaan. En tijdens de verloving vonden zijn ouders het eigenlijk niet goed dat hij niet trouwde voordat hij hoogleraar werd. Mm-hmm. Dat werd echt verwacht. Dat is hij wel niet geworden, maar hij is universiteitsbibliothecaris geworden in Amsterdam. En ook heel wat geschreven. En heeft ongelooflijk veel geschreven over de boekgeschiedenis. En was hoofdredacteur van het tijdschrift Het Boek. Ja. Waarin ook een heleboel stukken verschenen. En hij was echt een liefhebber van het oude boek. Heeft u hem nog gekend? Ja, ik ging vaak als jongen naar boven, naar zijn studeerkamer. Hij woonde aan de Overtoom in een heel oud huis met een prachtige grote studeerkamer en een hele boekenverzameling. En daar haalde hij altijd mooie boeken tevoorschijn die hij voor me klaarlegde. En dan ging hij naar jochieplaatjes kijken? Ja, jochieplaatjes kijken. Vaderlandsgeschiedenis vooral, maar atlassen en kaarten, want juist ontdekkingsreizen daar, of scheepsreizen in het algemeen, was mijn grootvader erg in geïnteresseerd. Van de Linschotenvereniging? Van de Linschotenvereniging heeft hij ook bronnen uitgegeven, ja. Ja. En dit is de periode waar inderdaad van is gezegd door uzelf, hier raakte ik als 7-jarig jongetje in de ban van geschiedenis. Ja, ik denk dat erg stimulerend is geweest voor mij om voor de geschiedenis te studeren. Ja. Ik thuis, dus bij mijn eigen ouders, had ik een broer die erg technisch was georiënteerd. Mm-hmm. Mijn vader ook, die bouwde graag radio's en dat soort van dingen. Nou, daar had ik geen aanleg voor, vond ik zelf. Dus ik ben echt, wat dat betreft, in de geesteswetenschappen gegaan. Met het lelijke eentje in de familie, wat dat betreft. In dat opzicht, zoals ik dat. Maar dat vonden ze ook niet erg, want mijn moeder vond het allemaal apart. Want die had dus in haar eigen familie van die geleerden die aan de letteren zich wijden. Dus daar mocht ik ook best aan meedoen. Hoeveel broers en zussen had u? Ik had één zuster en één broer. Ja. En mijn broer was een grote technicus, die bouwde graag en prutste, vond ik. Maar hij knutselde en maakte ook inderdaad radio's, hele ingewikkelde tekeningen. Van zo omstreeks 1930 kocht hij al radiomodellen die kon bouwen. En mijn vader wist er ook veel van, dus die hebben vaak met elkaar daarover gepraat. Ja, en daar stond ik helemaal buiten. Je hebt dus wel een beetje een eenzame jeugd gehad, wilde ik net vragen. Nee, absoluut niet. Nee, helemaal niet, want we hadden een heel druk huis. Mijn vader ging het slecht in zaken in de crisistijd. Mm-hmm. Hij heeft tenslotte eigenlijk
En werkloos is misschien te sterk gezegd, want hij zocht. Hij vond ook altijd wel weer baantjes en klussen om te doen. Maar hij was veel meer inhuizig dan hij vroeger was geweest. Dus de koffiehandel is failliet gegaan? Nou, niet failliet, maar het is een hele kleine zaak geworden. Die door zijn broer nog een beetje werd gedreven. Mm-hmm. Maar hij ging thuis wonen en heeft dus in de grote studeerkamer had hij veel werk te doen. En heeft hij ook af en toe wel zaken gedaan. En vooral voor technische Amerikaanse impact heeft hij zich wel... Maar de familie leefde ondertussen van iets anders. Ja, de inkomsten moesten we dus hebben van het huis. Mijn ouders hadden een prachtig huis gekocht. Ja, in de Hakwastraat, ik weet niet, dat zegt u niet veel. Maar dat is Amsterdam-Zuid, bij de Rijn- en Vinkelskade, achter de Rijn- en Vinkelskade. Ja, dat is toch een betere deel van de stad? Ja, dat was een heel mooi huis. Is dat niet een beetje in de buurt waar deze week Herman Brood... Vlakbij het Hilton Hotel. Ja, inderdaad, dat klopt. En dat huis, dat was heel groot. Dus ze hebben op den duur, nadat ze bij de Olympische Spelen in 1928... buitenlanders hadden gehad, buitenlandse gasten die ja, kamers zochten... Ja. Hadden ze reuze plezier in gehad om die mensen te ontvangen en eten te verschaffen. En die bleven soms twee weken of twee maanden. Want die Olympische Spelen duren een hele tijd. Ja. En toen hadden ze dus een stuk of 8 gasten, 9 gasten. En mijn moeder was zo handig om bij de buurt ook nog een kamers te vragen. Dus we hadden ook buitengasten. Buitengasten die kwamen bij jullie? Die kwamen eten bij mijn ouders. En die kregen daar de instructies en de hulp die ze nodig hadden om de weg te vinden in Amsterdam. Tussenpersonen. En dit succes met die buitenlanders heeft mijn moeder op de gedachte gebracht. Om te beginnen een meisjes uit gegoede familie, zoals dat dan heette, paying guest te maken. Dus dat noemde paying guest. We mochten niet het woord pension gebruiken, maar daar kwam het natuurlijk wel op neer. Ja. Die waren en pension in het huis en kregen een kamer. En zo hebben we 6 kostgangers gehad, zou je kunnen zeggen. Maar ook bovendien jongens die buiten, die waren niet in het huis, maar die hadden buitenkamers. Ja. Dus die kwamen ook eten en gezelligheid vinden bij mij. En daar zaten ook hele bijzondere bij. Hele uitzonderlijke lieden waren erbij die we hebben gehad. Nou, bijvoorbeeld, we hebben een prins, Toussaint Wittgenstein Berleburg, op bezoek gehad. Wilt u dat nog een keer zeggen? Toussaint Wittgenstein Berleburg. Dat is nog altijd een prinselijke familie die bestaat. Ja. En eentje is erin getrouwd in de Engelse koningshuis. Een prinses. Maar hij was een prins dus die op zicht kwam hier in Nederland voor Juliana. Dus in 1935 is hij in Nederland geweest. En ging hij een paar keer aan het hof op bezoek. Maar dat is niet doorgegaan. Een concurrent van Bernard bij jullie. Kort voordat Bernard eigenlijk op de proppen kwam. En spraken jullie erover? Nou, dat werd een beetje discreet gehouden. Dus ik heb hem nooit horen vertellen, maar het werd wel verteld. En toen mijn moeder vroeg, wordt het wat? Toen zei hij, nee, die zwiegermoeder is beu. Hij was een beetje bang voor Wilhelmina. En daarom is het misschien niet doorgegaan. Maar het kan ook best dat hij om andere redenen het niet gedaan heeft. Mm-hmm. Maar het is heel zielig afgelopen met deze prins. Want hij is, denk ik, omdat hij dienst geweigerd had, hij was heel erg anti-Hitler, is hij in 1939 in een concentratiekamp omgekomen. Ja, ja. Wij hadden nooit meer wat van hem gehoord. En dat verwonderde me. En we hebben dat toen, je kon het later in de Almanac de Gotha terugvinden. Ja. Want hij hoorde echt tot de hoogste. Die Almanac, dat is Almanac de Gotha is een boek waar de adels, families allemaal. Dat is een boek wat Wilhelmina altijd op zak had als ze op zoek was naar een kandidaat. Ja, natuurlijk. Je moest tot een hoge adel behoren om in aanmerking te komen met Juliana. Die sfeer bij jullie thuis, politiek gezien, conservatief-liberaal noemt u uzelf, is dat ook van thuis uit meegekregen? Ja, heel duidelijk. Maar ze wisten veel van Duitsland. Ze hadden ook wel een familie in Duitsland waar ze ruzie mee kregen, natuurlijk na 1933. Mm-hmm. Maar mijn grootvader, herinner ik me nog heel goed, Schöffer, die was echt heel ongelukkig toen Hitler aan de macht kwam. Mm-hmm. En ze waren wat dat betreft zo zuiver als wat. En dat was heel prettig. Ja, ja, je moet rekening houden met je omgeving. Dat je daar aan veel te danken hebt wanneer je zuiver blijft in politiek opzicht. En ik was politiek erg geïnteresseerd. Dat zeker. Meer nog dan mijn familie, dan mijn gezin.
Ik las veel kranten. Mm-hmm. Ik heb mezelf een tijd lang als jongen al van mijn weekgeld geabonneerd op de krant. Omdat ik het vervelend vond aan mijn vader. Het onderscheid tussen de ingenieurskant, de uitvoerders. Ja, dat zou je kunnen zeggen. Ja, de literaire kant die toch meer in politiek. Ja, de politieke inzichten waren niet zo groot bij de rest van de familie. Ja. Maar wil ik even op inhaken? Ja. Want we vragen ook altijd aan de gast, heeft u een eerste radioherinnering? En u zei toen meteen de muiterij op de zeven provinciën. Ja. Laten we dan even gaan luisteren naar een fragment. Eerst het jaaroverzicht van 1933 en daarna een muiter die 40 jaar later terugblikt op de muiterij van 4 februari 1933. Hoi. Grote opschudding in ons land en hilariteit in het buitenland werd veroorzaakt door de muiterij op de zeven provinciën. Een Hollandse kruiser. In februari. Uiteindelijk ging het om een salariskwestie. Maar de gezagsverhoudingen op onze vloot werden door een en ander in een vreemd daglicht gesteld. De muitende bemanning maakte zich meester van het schip toen de officieren, waaronder de commandant, zich aan wal bevonden. De muiters kozen zee en stoomden op naar Surabaya. Men zag het vreemde schouwspel van een kapitein die op een ander schip zijn eigen kruiser achterna zat. Captain hunting his own ship. Het slot was grimmig. Op gesteld ultimatum kwam het antwoord: ons niet hinderen. Toen kwam een vliegtuig, de bom, 22 doden en de capitulatie. Maar op een gegeven moment toen kregen we die bom op ons hersens. En ja, toen zag ik al die gewonden rondlopen, schreeuwen en al die dingen meer. Daar wordt gestopt, niet meer varen. Commandant wordt aan boord gebracht. En daarna worden de gewonden verzorgd. De dooien worden in één grote bezelling vastgenaaid en weggebracht aan een wal. Toen moesten we overstappen naar de Java. Daar worden we in de badkamer gestopt, vol met water. Weet u, die vuile water. Ja. En daarna worden we naar onrust gebracht, waar wij opgevangen zijn door de kneelmensen. Dat zijn de Madonese soldaten met uitgetrokken sabel en geweer. Dat noemen ze Sikap Awas. Hè. En wij komen daar met korte broeken, geen blouse, geen kleren aan ons lichaam. En toen worden wij in de barakken gestopt, daar op onrust. Ja, in de barakken gestopt op onrust. Een gebeurtenis 1933, u was toen 11 jaar. Kunt u zich dit echt nog herinneren? Ja, ik zie het nog voor me op de krant. Een foto van het schip, hè, met een grote opschriften eronder. Nou, ik vroeg natuurlijk aan mijn ouders wat er aan de hand was. En ik vond het erg spannend. Maar ik heb natuurlijk nooit iets van die muiterskant gehoord. Dat was bij onze familie natuurlijk een vreselijke gebeurtenis, die muiterij. Waar we het niet voor waren. Ja, was dit nou echt het gevoel van, dit is het begin van het einde, nu breekt de revolutie uit? Nee, dat hadden we helemaal niet. Nee. Dat geloof ik niet. Nee, het begin van het einde was met Hitler natuurlijk aan de macht. Maar dit was meer afkeuring. Dit was afkeuring en dat mocht natuurlijk niet. En het was naar en we hadden familie in Indië en zo. Of kennissen die daar woonden. Die mocht niet tegen de staat. En we waren wat dat betreft gezagsgetrouw. Ik was ook een jongetje die, doordat ik geabonneerd was op de Telegraaf, toen er een crisis was in 1935, de Colijn dreigde met aftreden. Toen heb ik een versje gemaakt van, maar Colijn, die is fijn, die zal goed voor de gulden zijn. Dus het was echt, het ging om de gave gulden toen. En daar was iedereen bang voor, als Colijn niet aan de macht bleef, dat de gave gulden verloren zou gaan. Nou, eerst tenslotte al spoedig na de devaluatie. Ja, dat begreep ik natuurlijk niet allemaal precies. Devaluatie en dat soort van dingen, maar wij werd ons wel ingebrand dat Colijn goed voor de gulden was. Ja, de gulden van Colijn was wat nu de zalmnorm is. Ja, zoiets. We gaan even verder naar uw jeugd, naar die liberale sfeer bij jullie thuis. Want u ging ook naar de Montessori-school. U was een Montessori-kind. En we hebben daar een fragment over waarin Maria Montessori zelf te horen is. En we gaan er even naar luisteren. Je suis ici pour faire de la Hollande ma future résidence. Possiblement le centre de mes nouvelles activités. Mais je vais fonder de nouvelles écoles pour les surveiller moi-même dès le commencement. Il y a déjà une école à Amsterdam, dirigée par Mademoiselle Bienfait, et une à Larne, de laquelle je m'occupe moi directement. Ces écoles à moi, pour les distinguer des autres, on les appelle M.M. Montessori School.
Prachtig hoe ze het uitspreekt, hè? M.M. Montessori School. Ja, ja, ja. Er was Maria Montessori in 1936, als ze dan een bezoek brengt hier in Amsterdam. Ze wil zich hier gaan vestigen, wist u dat? Ja, ze kwam bij ons op bezoek op de school, want wij waren de modelschool. Wij waren de eerste Montessori school, bij een particuliere school, die opgericht is in 1920 of zoiets, in die tijd. Ja. En de eerste leidsters die daar, want je mocht niet onderwijzeressen zeggen, maar het waren leidsters die daar de lakens uitdeelden, die waren vurig onder Montessori-klanten. Dus. En onder de indruk van... Die organiseerden congressen en dan kwamen allemaal kenners van Montessori kwamen daar vertellen. En mijn ouders zijn er ook enthousiast van geworden. Okay. En die hadden het überhaupt wel interesse in nieuwe dingen, vernieuwingen en zo. Nou ja, dat was technisch. Dus mijn vader die eerst de moderne Amsterdamse architectuur van de Amsterdamse school prachtig vond. Mm-hmm. En bevriend raakte met Piet Kramer, de architect. En mijn moeder, en hij heeft ook bijvoorbeeld stalen meubels gekocht toen iedereen dat nog koud en lelijk vond. Daar was hij erg voor. Dus hij geïnteresseerd in stijlmeubels. Mm-hmm. En toen we later nog eens in Duitsland in Stuttgart op bezoek waren, want we gingen niet in Duitsland vakantie houden, maar door Duitsland moest je naar Oostenrijk en dan logeerde je in Stuttgart. Zijn we nog eens op die heuvels gaan kijken naar al die nieuwe stijl van de Rohe en dergelijke gebouwen en villa's. Daar waren ze, mijn ouders erg geïnteresseerd. Dus ze wouden erg nieuw en modern, maar ze stonden ze erg voor open. Ja, en ze vonden Montessori een goede school. Ja. Een goede school. Ja. Ja, dus toen ben ik daar inderdaad op een school mee. En mijn zuster en broer ook. Ja, want u bent zowel naar de lagere school als naar de middelbare school. Want in die tussentijd, terwijl wij op de lagere school waren, is ook het Montessori Lyceum begonnen te bestaan. Mm-hmm. Ook eigenlijk uit het initiatief van die lagere school. En toen is het Montessori Lyceum gekomen. Ja, en wat voor klasgenoten waren dat nou? Vooral Joodse kinderen, socialistische kinderen. Wie kwam u daar? Nou ja, het was natuurlijk een particuliere school, dus je moest betalen. En dat betekende dat het wel een zekere selectie, standing, een sociale selectie was. Er waren ook openbare scholen, Montessori scholen gekomen. Mm-hmm. Maar dit was dus een particuliere school en is het ook altijd gebleven. Ik geloof dat het nog zo nou is gebleven. Maar wij gingen dus naar die particuliere school. En daar kwamen dus ook de kinderen niet in Amsterdam-Zuid, want het was in de Ressenstraat. Dus het was ook dichtbij. Als ik het goed begrijp, kwam u daar bijvoorbeeld ook in contact met Bart Romeijn, de zoon van de historicus Jan Romeijn. Nee, dat heeft u verkeerd begrepen. Dat is pas in het Montessori Lyceum geweest. Want Bart Romeijn was eerst op de openbare school. Mm-hmm. Op de openbare Montessori school. Maar die is overgegaan op het museum, want er was er maar één lyceum. En daar kwamen dus ook kinderen uit openbare school die daar op het lyceum kwamen. En daar kwam u Bart wel tegen? Daar heb ik Bart Romeijn wel mee gemaakt. Het is even een onbetamelijk vraagje, maar ik ben er toch reuze benieuwd naar. We kennen de beschrijvingen van Karel van der Dreven over de familie Romeijn. En die beschrijft daar altijd dat de jongens Romeijn een bloempotkapsel hadden en zelfgebreide gebreide truien door moeder Romeijn. Klopt dat nou? Is dat een dichtelijke overdrijving? Ik denk dat dichtelijke overdrijving. Of dat het op de lagere school nog wel zo was, maar dat op de middelbare school kwamen ze wel met open hemden. Dat was ook al eigenlijk een beetje ongewoon. En ze hadden wat langere haar dan wij, maar dat was niet zo erg opvallend. En het was met Bart Romeijn waren we wel gewend. Want er waren veel sociaal-democratische kinderen die op de school kwamen. Want die waren ook nogal pro-modern onderwijs. Ja. Dus die hebben ook dat Montessori school onderwijs in de gemeente Amsterdam. Die oprichting van die gemeente Montessori scholen was echt dankzij de STRP. Die in de meerderheid in de gemeenteraad, de rode wethouders, hebben dat doorgezet. En we hadden ook kinderen van Wieboud die bij ons op school waren, in de klas. Dus, en die waren AIC, dus die hadden weer rode dassen. En wij hadden, ik hoorde het een beetje ongewoon tot de verkennerij. Terwijl er natuurlijk een heleboel Montessori mensen tegen verkenning waren. Ja, dat was militaristisch natuurlijk. Vonden ze militaristisch. Ja. Maar ik was wel weer verkenner. Of eerder liever gezegd, eerst vooral welp. En op de bekende verjaardagen van Peter en Paul moesten we in uniform op school komen. Maar zij kwamen op 1 mei in uniform op school. Dus, dit is toch een prachtig, dat vonden we allemaal best. Prachtig samengaan, een melting pot van het was ook heel prettig. Maar er waren er ook dus vrij veel Joodse kinderen onder zo'n school. Mm-hmm. Dus die hebben we heel goed ook leren kennen. We gaan even naar muziek luisteren. We hebben u ook gevraagd om een muziekkeuze te maken. En die keuze die viel op Haydn Vioolconcert
G. Majeur Allegro Strijkorkest. Ja, moet ik het toelichten nog even? Maar ja? Ik die klassieke muziek. Graag. Het is zo dat ik als jongen al naar het concertgebouw kom. Ja? Ik had een alleraardigste oom. Een vrijgezelle oom die in het bestuur van het concertgebouw zat. En die vond het onjuist dat hij een gratis kaart kreeg. Dus die nam een kaart extra voor zichzelf. Maar hij vond het ook onjuist dat hij vrijgezel was. Dus hij benaderde het concertgebouw door vrijgezel te zijn. Dus hij had altijd twee kaarten over. En op zondagmiddag was een heel deel van de familie had geen zin om naar een concert te gaan. Mm-hmm. En daardoor ben ik heel veel naar het Concertgebouworkest gaan luisteren. En heb eigenlijk klassieke muziek echt leren waarderen. Ja, ja. Misschien een beetje te veel Beethoven, want Engelberg was dol op Beethoven. En Mahler. En dat begon mij een beetje te vervelen. Ja, Mahler ook natuurlijk. Maar Mahler vond ik wel weer interessant. Mm-hmm. Ja, ja. Laten we even luisteren. Terwijl de klanken van het vioolconcert van Haydn wegsterven, luistert u nog steeds naar OVT, het historisch radioprogramma van de VPRO. Met deze week als gast de historicus Ivo Schiffer. We zijn gebleven bij uw jeugd, de Montessori-scholen. Ja, en deed u ook eindexamen op dat Montessori-lyceum? Nou, dat was toch de moeilijkheid. Het Montessori-lyceum had geen eigen eindexamen nog. Het was nog niet erkend als een echte volwaardige middelbare school. Dus het moest degene die daar het zesde klas haalde, die moesten het staatsexamen doen. En daar gebeurde nog wel wat ongelukken, want dat is in Nederland, een staatsexamen is heel wat anders dan een eigen eindexamen binnen de school. En toen ik dus aan de beurt was, en mijn broer trouwens, die was ook ongeveer in dezelfde tijd, kwam hij dicht bij het eindexamen, hebben ze besloten bij het Montessori Lyceum om de oudste klasse, de eindexamenklasse, over te doen aan een andere school. Dat had nog wel wat voeten in de aarde. Eerst is nog geprobeerd het Kennemer Lyceum in Haarlem. En de flatter was wel toebereid, maar de leraren wouden niet. Maar in het Gunning Lyceum, het Amsterdamse Lyceum, dat er vlakbij lag trouwens bij het Montessori Lyceum, die was wel daartoe bereid. En toen ben ik met mijn klas, maar dat was nog maar een hele kleine klas, gymnasiumklas van 3 alfa en 3 beta's ongeveer. Ja, kan dat die in 1 cijfertje verkeerd zijn. Maar goed, die zijn al overgegaan naar de Gunning Lyceum. En daar hebben we in het 16e jaar hebben we in het Amsterdamse Lyceum het eindexamen kunnen doen. En dat, was in 1941. Toen was de oorlog dus al lang aan de gang. Ja, want die oorlog die heeft voor u veel betekenis gehad. Die gaat eigenlijk al veel eerder terug. Hè? U vertelde het net al even, uw grootvader had al iets in 1933. Nou, 30 januari 1933 kwam Hitler aan de macht. En van die dag hebben we een fragment gevonden. We luisteren even naar die
dag 30 januari 1933. Oh ja. Hindenburg ernennt Adolf Hitler am 30. Januar 1933 zum Reichskanzler. Volksmassen jubeln auf der Wilhelmstraße vor der Reichskanzlei. Sie hören jetzt immer, jubelt es in den Fenstern herauf. Im Leben immer weiter die Fackeln, der ganze Platz, der ganze Kaiserplatz ist in Tageshelle getaucht. Ein wunderbares Bild. Diese gereckten Arme, das Heil rufen. Unser Führer, der Reichskanzler Adolf Hitler, hat das Wort. Alle die großen Männer, unsere Geschichte weiß, die stehen heute hinter uns und stehen auf unser Werk und unser Wirken. 14 Jahre lang haben die Parteien des Verfalls, des Aufstands der Revolution, das deutsche Volk geführt und misshandelt. 14 Jahre lang zerstört, zersetzt und aufgelöst. Deutsches Volk, gib uns 4 Jahre Zeit, dann richte und urteile über uns. Deutsches Volk, gib uns 4 Jahre. Und ich schwöre dir, so wie wir und so wie ich in dieses Amt eintrat, so will ich dann gehen. Ich tat es nicht um Gehalt und nicht um Lohn. Ich tat es um deiner selbst wegen. Ja, meneer Schuffer, er zijn momenten dat je vanuit de huidige tijd moet lachen om de stem van Hitler, dat je een lacherige stemming van krijgt. Maar als ik u zo zie kijken nu, is dat niet het geval. Nee, ik herinner me dat mijn opa Schuffer, toen hij dit hoorde, daar zat ik toevallig als jongetje bij, tranen in zijn ogen kreeg. Ja. En het klinkt naar om te zeggen, maar u krijgt het bijna weer nu, hè? Ja, zo indruk heeft dat gemaakt. Ja, wij zijn slap in de zakdoek, zoals we in de familie zeiden. En dat ben ik ook, net als mijn grootvader. Maar weet u nog wat toen uw grootvader waarschuwde? Die vond het verschrikkelijk. Nou, die heeft het niet zo erg uitgelegd. Die zei alleen dat het een proleet was, die Hitler. En dat het iets vreselijks was voor Duitsland. Maar dat is het enige eigenlijk wat hij gezegd heeft. Tegen mij wat ik me ervan herinneren. Maar van mijn vader hoorde ik wel dat het moordenaars waren. En dat ze vreselijke dingen op hun geweten al hadden. Al die vechtpartijen natuurlijk, die er aan vooraf gegaan waren. Kristallnacht en zo. De Kristallnacht is veel later. Dit moest nog allemaal komen. Ja. Maar ze hebben wel hun eigen tegenstanders op alle manieren werkelijk het leven zuur gemaakt en ook hun leven ontnomen. Mm-hmm. Dat is de tijd dat ze alle communisten en socialisten vermoorden. Moord en doodslag, was gewoon geweest. En dan die oorlog zelf. Jullie wisten dus heel goed wat er te verwachten was. En dan breekt dan zit je in die oorlog en dan gaat het leven door en tegelijkertijd gaat het eigenlijk ook weer niet door. Ik bedoel, u maakt voor uzelf een soort normboekje, zeg maar even, een soort zakagenda van wat wel kan en wat niet kan. Ja, dat moest iedereen doen natuurlijk, eigenlijk tot op zekere hoogte. Maar er was natuurlijk wel een stemming, zo bij de bezetting, het leven moet doorgaan. Hè. We moeten zo gewoon mogelijk doen. En nog niks van alles aantrekken wat die moffen ons aangedaan hebben. Alleen, als ze iets van ons eisen, dan moeten we natuurlijk daar een houding tegenover vinden. En dat varieerde sterk. De ene zei nee op een veel later ogenblik dan de andere. En sommigen durfden het niet meer te zeggen. Dus je ging door met voetballen, met sporten. Met voetballen ging het gewoon door, het leven ging het gewoon door. Het doet een beetje denken als een ramp in een stad. Als je in de andere buurt woont, merk je dat pas veel later. Ja. Het gaat maar helemaal aan je voorbij. Maar toneel, dat gebeurde ook allemaal. Het toneel ging door en de bioscopen gingen door. Ja, we gingen goed om niet meer naar de bioscoop, omdat er alleen maar Duitse films werden vertoond. En daar hadden we afkeer van. Ja? En toen met de cultuurkamer
kwam. Toen zijn we niet meer naar het toneel gegaan, omdat we niet tegen de cultuurkamer waren. Toen was dus deelnemen aan was een soort demonstratie dat je daar niet heen ging. Het hoorde niet. Je hoorde geen vermaak te zoeken bij mensen die volgens ons dus fout waren geweest. Want dat goed en fout in de oorlog was er natuurlijk heel duidelijk. Ja. Je werd altijd gewaarschuwd, daar moet je voor oppassen. Die kan je niet vertrouwen en anderen wel. Maar in het huis, bij mij thuis, dus de inwoners van het huis, waren heel betrouwbaar en prettig. En daar is eigenlijk nooit een wanklank geweest. We hadden nog wel eens een NSB'er in huis gehad, kort voor de bezetting. Ja. Maar die was gelukkig al vertrokken. En die had het heel zuur gehad, want die kreeg van ons verschrikkelijk. Van die jongens natuurlijk, die dat allemaal wisten. Die kreeg onderuit de zak. Kreeg hij altijd vreselijk veel te horen. Ja. En dan bent u zo ook met zijn biezen gepakt. Ja. Ja. En in diezelfde tijd studeert u ook. En ik studeerde, maar dat is het gekke dus. Je ging gewoon door met studeren, ook toen er geen Joodse studenten meer mochten komen. Gingen we door, ook geen Joodse hoogleraren, we waren al ontslagen. Amsterdam bleef open, al was er wel protest en was er wel moeilijkheden, wat doen we? Maar net terwijl Leiden dichtgegooid werd, uit protest tegen de... Omdat ze geprotesteerd hadden. Vorige week hoorden we hier dat in Nijmegen het college van bestuur... Ja, en dat de VU heeft ook... Zei van, jullie mogen die loyaliteitsverklaring helemaal niet tekenen. Ja, dat is dus later ook, dat is iets later geweest. Ja. Hoe was dat bij jullie? Later is dus, kwam die maatregel van loyaliteitsverklaring. En dat ging je meteen aan als studenten. En dan moest je beslissen of je al of niet die loyaliteitsverklaring tekende. En die moest je dat voor februari 1943 moest je die tekenen. Ja. En wat deed u? Daar was geen sprake van. Ik heb nog geprobeerd andere medestudenten over te halen om niet te tekenen. Want er waren er heel veel in Amsterdam, hè, die tekenden. Ja, 17% heb ik gelezen. Ja, hoeveel? Ja. 17%. Ja, nou ja, eigenlijk 1 op de 5, dat valt op best. Maar in vergelijking tot andere universiteiten. Ja, voor de meest vooruitstrevende stad van Nederland is dat veel. Maar er was allemaal wel wat voor te zeggen. Ik bedoel, wat kan je dat schelen of je loyaliteit aan de Duitsers belooft? Die hielden zich ook niet aan hun beloftes. En dat was de redenering waar deze mensen hadden. En die zeiden, als we allemaal tekenen, dan gebeurt er niks. Dan zitten ze alleen met ons als ze beloofd hebben dat we mogen doorstuderen. Ja. Want ze hadden daarvoor dus vele razzia's in de universiteit gehouden, zodat je daar niet meer kon komen. En nu kwam dat belofte. Als je loyaliteit verklaart, dan mocht je blijven. En anders wist je het niet zeker. En toen kwam als straf inderdaad dat je naar Duitsland moest. Ja. Ja. En dat was de tweede keuze die je dan kreeg. Loyaliteitsverklaring niet tekenen. Maar ga ik naar Duitsland, ja of nee? Ja. En dat is ook een vrij groot percentage geweest die tenslotte niet meer durfde te blijven en naar Duitsland is gegaan. Precies. We komen er dadelijk nog ongetwijfeld even op terug. Maar ik wil toch nog even naar iets vroeger naar die oorlog. Want u voelt al heel goed, er is hier iets helemaal niet in de haak met die bezetters. Ja. Maar u wordt echt met uw neus op de feiten gedrukt als u op zoek gaat voor een onderduikplaats voor een bevriende Joodse overbuurjongen. Ja, ja, ik had een goede vriend uit het Gunningliceum, eerst Montessori Lyceum. En later kwam ik hem weer tegen op het Amsterdamse Lyceum. Gideon Kaan, hè? Gideon Kaan. En Gideon Kaan woonde toevallig ook in onze straat, in de Hakkerstraat, tegenover ons. En die kwam dus vaak logeren bij ons toen het gevaarlijk werd. Anders werd hij misschien weggehaald. Jongens liepen het eerst grote gevaar. De mannen meer dan de vrouwen, dachten we. En later werd het natuurlijk steeds precairder. En onder die toestand heb ik dus gedacht, we moeten proberen hem en zijn familie te redden. Ze hadden nog een vreselijke slag gehad dat hun vader is vermoord door de Duitsers vrij vroeg. Omdat hij in Hirsch, dat was de grote magazijn, een verklaring heeft afgelegd dat hij het Wilhelmus zo graag hoorde. En dat is meteen aangegeven. Toen is hij opgepakt en heeft hij eerst hier in de Wetenschans gezeten in Amsterdam. En later is hij overgebracht naar een Duits kamp, ik geloof Sachsenhausen, en daar omgekomen. Vrij vroeg, juist toen we eindelijk samen deden bij het Gunning Lyceum, en Gideon ook zijn eindexamen deed, hoorde hij dat zijn vader was overleden. Dus toen waren er nog over, de familie Kaan, waren er nog 3 kinderen en de moeder over. En daar heb ik dus plaats voor gezocht. Ja, een van de jongens die kon nog, godzijdank, wegkomen. Die heeft een visum gekregen voor Amerika. Mm-hmm. En die is dus tijdig weggekomen. Maar we bleven dus zitten met de moeder en
De zoon en de dochter. U zegt, we bleven zitten. Wat deed u dan? Nou ja, we bleven zitten. Ze woonden nog in hun huis. Ja. Maar we moesten een schuilplaats voor ze zo vinden. Hoe deed je dat? Nou, ik ben dus op mijn eigen houtje, op eigen initiatief. Ik was nog niet zo erg gewend om met kaartjes zo te reizen. Maar ik ben dus door het land gereisd. En heb geprobeerd adressen te vinden waar mensen misschien bereid waren om mensen onder te brengen. Nou, met dat meisje was het niet zo moeilijk, want die zag er niet erg joods uit. Mm-hmm. En daar heb ik heel spoedig iemand gevonden die in Nederhemert woonde. Mm-hmm. Een schilder in Nederhemert, de alleraardigste familie, waar ze dan ook inderdaad is geweest, al die tijd. Maar voor een jongen en voor een oudere mevrouw was het helemaal niet zo makkelijk. Nee. Die moesten binnenblijven en die zagen bovendien zeer joods eruit. Dus dan moest je iemand hebben die bereid was om je te nemen. En dat is niet zo'n makkelijke beslissing. Vooral omdat iedereen dan plotseling zegt, ja, je weet niet hoe lang de oorlog duurt. We geloofden allemaal dat het kort zou duren. Ja. Als je optimistisch wou zijn. Maar, de meesten waren pessimistisch. Ja, waren pessimistisch. Als je zoiets vroeg, dat vonden ze toch wel erg moeilijk te beslissen. En dan hadden ze daar geen zin in. Wat vond u daarvan? Nou, ik dacht, ja, het moet gebeuren, dus ik zou het liefst... U ging op tocht en u vroeg bij wie allemaal... Ja, en ik heb later wel eens gedroomd dat ik zelf een huis zou huren. En verschillende huizen zouden huren die we dan langzamerhand inrichten, waardoor we al die mensen konden onderbrengen. Mm-hmm. Want er waren natuurlijk veel meer mensen die zochten naar adressen. En dat is heel moeilijk geweest. Nou ja, dan kreeg je dus langzamerhand kennissen en vrienden die ook voor de Joodse hulp wat wouden doen. Zo heb ik bijvoorbeeld een verpleegster die uit de Spaanse burgeroorlog kwam. Vrijwillig was een verpleegster geweest. Die had een huis in de Eendrachtstraat, een heel klein huisje waar ze vier Joden onderbracht. En daar heb ik aanrakingpunt gehad en die had weer kennis. Enfin, zo kwam ik langzamerhand ook in een soort van netwerk van mensen die wel wat wisten. Maar heel veel maar mensen adressen, die hadden... Adressen u zegt, ik heb later wel eens gedroomd dat ik huizen huurde om mensen onder te brengen. Maar het is toch juist dat u in 1942 een soort eigen onderduikhuis begonnen bent? Nou, toevallig. Toevallig. Eigenlijk dankzij die ondertekening van die loyaliteitsverklaring, hè, waar die studenten moesten tekenen. En een heleboel dat niet deed, die gingen daar weg. Die wouden niet meer op het officiële legale adres wonen. Dus het huis stond leeg. Het huis, dat was een studentenhuis? Het was een studentenhuis van mijn dispuut. En toen heb ik eigenlijk gezegd tegen sommigen van hen, ja, ik geloof dat we het moeten gebruiken voor iets, want anders staat het leeg. Gelukkig hadden nog een paar studenten die daar woonden getekend, dus die hadden legaal dat huis gelegaliseerd, zou je kunnen zeggen. Ja. En die waren ook weg, dus het huis was leeg. En toen heb ik daar die familie, nou ja, eerst de moeder en later tante en later kwam Gideon er nog bij. Die zijn er allemaal ondergebracht. Je hebt de familie Kaan daar ondergebracht. De familie Kaan. Ja. En allerlei kennissen ook via die verpleegster. Die had ook mensen die dolgraag een adres zouden hebben. En daar had ik nog familie bij. Dus het was tenslotte een achttal vaste bewoners. En een vlotte de bevolking van vier nog erbij. Dus we hadden vaak 12 of 14 mensen in huis. Waren allemaal Joodse onderduikers? We waren allemaal Joodse onderduikers, waarvan er eentje alleen zich buiten de straat kon en mocht vertonen. Al die anderen moesten absoluut thuis blijven. En waarom die ene wel en de andere niet? Die ene die was Duits. En in zoverre was dat misschien een beetje onveilig. Maar aan de andere kant zag ze zo absoluut niet Joods uit dat het kon. En je had veel Duitse dienstmeisjes in die tijd. Dan kon ze voor aangezien worden als een soort van huishoudster van de studenten. Want het huis bleef dus een studentenhuis. Mm-hmm. En daar kwam u ook vaak? Daar kwam ik vaak. En mijn zuster kwam er vaak. En mijn nichten en mijn neven. We hadden een heleboel van de familie. Van hoe oud eigenlijk? Hoe oud was hij? Nou, ik was een jongen 21, 22. De soort huisbaas van de hele onderduik. Ik was een huisbaas van het onderduik. En ik beheerde het geld. Sommigen betaalden, anderen konden niet betalen. Maar dat is toch wat heb je als jongen van 20... eigenlijk de regie over leven, over achteren. Ja, en dan werd je reuze, reuze autoritair van. Oh ja. Ja, 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 ja. Dat vertelt u eens. Karakterbedervend. Oh ja. Ik gaf standjes. En, En als er iemand zich aan de raam vertoonde en ik zag dat toevallig, dan kreeg hij opzet op zijn donder. En het was een oude heer die dan op zijn donder kreeg van mij. Ja, ja. Van een jongen in korte broek. Ja, je moet de hele oorlog in korte broek, omdat korte u er zo jong uitzag. Ik kon altijd voor 16 jaar doorgaan. Dat was heel prettig. Of voor 15 jaar, dat moest ik zijn. Ja, en jullie hielden ook oefeningen in dat huis? Ja, we hadden alarmoefeningen. Alarm er was een alarmsysteem gebouwd door mijn neef. Die had daar een bel die overal rinkelde. En dan moesten ze binnen 2 minuten in een prachtig onderduik. Een schuilplaats hadden we gebouwd. Ingericht.
En dat kon je de ingang niet van vinden als je niet wist dat daar een schuilplaats had. Mm-hmm. En daar moesten ze inkruipen. En 12 en 10 mensen, dat is vrij lang duurde voordat ze allemaal binnen waren. Maar daar hadden we oefeningen voor. En dan stond Ivo Schuffer in korte broek met stopwatch onderaan die trap. Ja, en dan zei ik, nou, het heeft te lang geduurd. Ja. En dekens moesten ze ook meenemen, want je mocht niet je warme slaapgoederen natuurlijk op bed hebben. Want als er een inval is, dan weten ze dat er mensen gewoond hebben. Dus ja. Dan gaan ze net zo lang zoeken tot ze die schuilplaats vinden. Ja, maar U vertelde net, uw neven, nichten deden daaraan mee. Uw zus deed er daar mee. Ja. Het was een familiebedrijf toch? Ja, zo zou je het kunnen zeggen. Een beetje uitgebreidere familiebedrijf met toevallige maar kennis. Maar wat deden ze dan bijvoorbeeld, uw zus? Nou, mijn zuster die ging er vaak ook opletten en binnenlopen. En dingen brengen en halen en boodschappen doen voor hun. Ja, want ze wou ook brieven natuurlijk sturen en brieven ontvangen. Ja, die mensen die zaten zo opgesloten dat ze waren helemaal afhankelijk van de mensen die ambulant waren. Dus ik kon ook naar buiten en wel dingen brengen. Maar zij brachten ook dingen. En mijn zuster heeft daar veel gewerkt, want die was heel goed in het vervalsen van papieren. Mm-hmm. Dus die had een eigen kamer waar ze papiervervalsingen deed. En de administratie van de registratie van onderduikers, waarbij dan Gideon bijvoorbeeld weer kon helpen, want die deed dan de administratie, om zo te zeggen, met namen invullen en dat soort van zaken. Ja, ja. En weet u wat mij nou zo opvalt, hè, zoals u erover praat? Ja. Het is net of u er ingerold bent. Het is allemaal toeval. Ja, nou, dat was met de meeste verzetslui, die zijn min of meer toevallig. Hè. Je moest kennissen hebben en lieden die je van nabij kende. Want anders had je niet zo direct zag je de noodzaak maar misschien niet eens zo erg. Maar om even op de geschiedschrijving te blijven. We hebben nu steeds dat beeld van het was allemaal grijs. En de mensen maakten keuzes zoals dat toevallig uitkwam. Het lijkt een beetje van, u was bijna voorbestemd om goed te zijn. Nou ja, dat was van mijn ouders. Mijn moeder die heeft dat natuurlijk ook wel ingeprent. Dat je plicht is om mensen te helpen. Maar toch ook wel een bewuste keuze, zoiets. Ja, ja, dat was het natuurlijk ook wel. En, maar je had wel meer mensen die toch heel erg anti-Duits waren. En natuurlijk ook die Joden vervolgen. Vreselijk vonden, maar niet durfden. Ja. Ja. Je moet ook een beetje vanuit het perspectief durven. Van nu dreigt dat wel eens uit het oog verloren te raken. Dat er gewoon ook keuzes gemaakt werden en moesten worden. Ja, ja, maar die keuze was moeilijker. Ik bedoel, dat wil ik altijd wel weer accentueren. Iedereen praat er zo makkelijk over. Waarom nam je geen onderduikers? Maar het was een beslissing die je nam. Want je werd, als je gepakt werd, dan, ik heb nog tegen mijn moeder gezegd, je ziet ons niet meer terug als ik gepakt ben. Ja, ja. Dat vond ze nou niet zo leuk. Wat vond uw moeder daar nou van? Mijn moeder vond het goed. Maar die was optimistisch van aard. En die had zelf in het huis ook onderduikers. In de keuken bijvoorbeeld, bij de keukenhulp, waren veel Joodse jongens. En ook twee Joodse dames die het keukenhulp waren. En die gewoon deed alsof ze niet Joods waren. En gelukkig ook dat wel niet hoefde te zijn. Ja, God, als je er vreselijk op ging letten, dan kon je het soms wel denken. God, een beetje Joodse manieren hadden ze. Want je ging daar vreselijk op letten, op dat soort van... We moeten gaan eindigen. Het eerste uur zit er zowat op. En we naderen dus het einde. Straks na het nieuws praten we verder met historicus Ivo Schuffer. We zullen het dan hebben over zijn werk als historicus en over het ogenschijnlijke onvermogen van Nederland om met de oorlog in het Rijnen te komen. Maar nu eerst als afsluiting van het eerste uur muziek. U koos uit de Dragoschen-oper van Bertolt Brecht en Kurt Weill das Lied von der Unzulänglichkeit menschlichen Strebens. Tekst en muziek waren destijds nadrukkelijk bedoeld als anti-burgerlijke proletarische kunst. Dat is nogal een opvallende keuze voor een liberaal. Maar vast geen toeval, meneer Schuffer. Nee, nou, ten eerste is deze plaat van mijn grootouders, Schuffer, die mijn ouders met vreugde hebben gekregen, want ze vonden het zelf een hele lelijke plaat. Maar wij hadden het dus al als plaat in schellak. Hè, en we hebben het in een plat stuk gedraaid tijdens onze onderduiktijd. We gaan luisteren. Oh ja, goed. Ihr Herren, die ihr uns lehrt, wie man brav leben und Sünd und Missetat vermeiden kann. Zuerst müsst ihr uns was zu fressen geben, dann könnt ihr reden, damit fängt es an. Ihr, die ihr euren Band und unsere Bravheit liebt, das eine wisset ein für allemal, wie ihr es immer dreht und wie ihr's immer schiebt. Erst kommt das Fressen, dann kommt die Moral.
Erst muss es möglich sein, auch armen Leuten vom großen Brotlein sich ihr Teil zu schneiden. Denn wovon lebt der Mensch? Wovon lebt der Mensch? Vergessen kann, dass ein Mensch doch ist. Ihr Herr.